It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinna en de Meesterboel. Anders zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, het is vandaag alweer reeds maandag 14 oktober en we leven om 12 uur 21. Google Hub zegt 11 graden. Computer kan ik niet kijken, want die staat nog lekker niet aan. Nee. Het telefoon zegt ook 11, maar wat ik verder neer, het voelt aan als 10. Regen? We krijgen geen regen. Ik heb net op de buienalarm gekeken en geen regen. Nou zegt hij regen. Maar de meiden, geen regen. Dus, ja, ik weet niet waar ze het over hebben. Ook niet. Dus ja, dat dus. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga lekker even lopen met de meisjes. Want ook onze Willy komt weer. Ja, ik zal hem gelijk op de loopweb zetten. Hoppata. Dus ja, dat dus. En nou ja, ik ga de tafel ook verder leeg ruimen, zodat de naaimachine er weer op kan. En dan gaan we hopelijk aan de rotel. Ik hoop dat mijn naaimachine er doorheen kan. Ja, anders gaat het me weer een hoop geld kosten, dan moet ik hem wegbrengen. Ook dat nog. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik het met mijn naaimachinetje zal redden. Om door de jas heen te komen, want als ik alle spelden erop kapot druk, met mijn vinger gaat het weer. Hij is ook niet meer blauw. Het heeft wel heel even zeer gedaan, hij is ook weer dicht, want pleister er niks meer op. En dus, gaat weer helemaal goed met mijn vinger. Maar in ieder geval, dat deed op dat moment wel echt goed zeer. Maar ja, als een speld al doormidden kan breken om hem er doorheen te doen, kan een naald van een naaimachine natuurlijk ook breken. Ja. En moet je de meiden zien zitten. Gekke meisjes. Maar wel ook zo lief. Ja toch? Ja. Nou, wij gaan het grijze gouden weer in. En zoals ik al zei, het is frisjes, koud. Ja, de ene is koud en de andere is het fris. Ja, ik vind het alweer koud. Ja. En dat komt er ook gewoon door, omdat ik artrose heb en dan niet tegen kou kan. Ja, ik heb nog mijn handschoenen weliswaar niet aangehad. Maar ik heb ze wel bij me. Ja, dat wel. Dus, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dagelijkse dingen die jullie ook doen moeten, net zoals ieder ander. Want ja, dat gaat gewoon allemaal door, hè? Ja, zoals een zo'n knol die heeft zijn dagelijkse beslommeringen, dus ja, ook die gaan gewoon door. En dat hebben we allemaal, en ja, blijf gewoon ook kijken als je je wilt, ja, en liken. En ik heb weer een vraag van onze liefdallige Mirjam Eleveld. Daar heb ik een vraag van gekregen, maar die moet ik weer eventjes voor mezelf even lezen, want ik weet niet eens meer wat dat was. Dus ja, komt helemaal goed. Ik heb hem genoteerd, ik heb hem opgeslagen, dus dat komt wel goed. Dus Mirjam, ook voor jou vandaag gaan we die vraag even proberen te beantwoorden. Ja, komt helemaal goed, meis. En ja, denk meer om jezelf, potverdikje. Jij denkt niet om jezelf. En dan zeg je tegen mij dat ik om mezelf moet denken. Nou, ik denk meer om mijzelf dan dat jij dat doet. Jij moet eens een keer een time-out nemen, ja.
Het is wel leuk, lief en aardig, om voor je dochter en die kinderen te zorgen, maar je moet ook voor jezelf zorgen en dat doe je niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, dat is voor Mirjam. Ja, die krijgt even van mij ook eens een keer een standje, dat moet ook kunnen. Maar nu gaan we lekker weer sluiten en we gaan lopen naar buiten. Ja, dat dus. En ja, geniet gewoon van alles. Geniet een beetje mee. Doei! Kan dan slecht en lekker zo te slapen doen, hè? Ja. En onze Elwing ligt daar. En onze Rijka ligt daar. Lekker lief van de drie. En Willy is boven. En die heeft net even mij geholpen om de draad door de naald heen te doen van de naaimachine. Ja. En ik had ooit een hele leuke tas gekregen van iemand. En die iemand die heet Meindert. Ik moet eerst om mijn gat denken hier. En die tas is heel leuk gemaakt. Enkel, er was een heel klein dingetje. Dat zat niet goed vast. En dat was het handvat. Nou, dat heb ik eventjes ook vastgemaakt. Dus ja. Dat is dit. Dus ja, die heb ik eventjes ook gemaakt. Nou is die tenminste goed. Nou kan ik tenminste zonder hoop en vrezen boodschappen erin doen. Dus die gaat lekker in de booster. Ja. En dan gaan we die maken. Maar ik moet eerst eventjes die deksel er zo meteen afhalen. Want ik heb die stoel nodig, want daar moet die op leggen. Ja. Nou, waar ik mee aan de gang ga, dat is die zo. Ja. Dus het komt helemaal goed, zou ik zo zeggen. Ja. Ik moet nog even wat vastmaken, zie ik. Ook dat nog. Dus ja, oké, dat gaan we gewoon doen, lieve vrienden en dames en heren, en koekenperen, weet ik veel wat nog meer. De meisjes en mijn kerels, die blijven lekker rustig en ik ga aan het werk. En dan, laat ik het wel zien als ik weer klaar ben. Ik ga nou tenminste eerst even dat stukje nog vastspelden wat ik zie. En dan hopelijk zonder bloed. En dan onder de naaimachine door. Dat dus. Nou, lieve vrienden, geniet. En tot later. Ja, snik, snik, snik. De naaimachine wil er niet doorheen. Willy heeft het ook geprobeerd. Het gaat het er niet worden. Dus dat kost weer een hoop geld. Ik moet hem wegbrengen. Dus ja, dat dus. Ja, en de mouwen moeten ook. Dus ja, dan weten jullie het wel. Jeetje, Mina. Helemaal niet leuk. Nee. Maar ja, dan ga ik ook de mouwen eerst losstornen. En op maat spelden. En ja, we zien wel. Ik haal die naaimachine weg. En dan zet ik weer op zijn plekje. En dan moet ik hem naar de meetlat brengen, ja. Maar we hebben prachtig mooi weer. Daar is de lucht blauw. En daar is het bewolkt. Ja, en dus. Maar oké, ik ga de troep weer opruimen, lieve vrienden. En dan zien we het wel weer. Ja, ik wou jullie dat even mededelen, dat het, die naaimachine, wij willen wel, maar die naaimachine wil niet. En ik heb nog alleen je van mijn moeder, maar dat is ook al een oud gevalletje, dus ja. En het is van het speciale stof, het is een regenjas, hè. En dat is met een fabrieksmachine gedaan, en dus. Maar oké, ik zal hem opruimen. En even loshalen. Dat dus. Maar oké, het komt allemaal wel weer goed. Kost denk ik wel weer geld. Ja, en daar kan je niks aan doen. Hè, Elwing? Zeg maar nee, kan je niks aan doen, vrouwtje. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. En dat kleine hoopje, dat gaat achter de deur.
Want vrouwtje gaat er hard op. Hé? Vrouwtje moet weg. Medicijntjes halen. En ik moet jas wegbrengen. Ik moet zien wat dat gaat kosten. Misschien dat ik het goedkoper kan krijgen als ik zeg dat ik een vlogster ben en reclame voor ze zou willen maken. Ja, dat dus. Ja. We wait. Niet geschoten is altijd mis. Ja, toch? Ja. Hé, kereltje. Oh, zo'n kereltje. Hé, niet weg met die nagels. Ja, weg met die nagels. Geen nagels in mijn stoel. Ja, komt u maar. Nee, doe ik niet. Nee, dan niet. Maar in ieder geval, dat dus. De meisjes die blijven natuurlijk lekker binnen. Die is eigenlijk ook binnen. Ze wou niet. Jullie riepen een paar keer, maar niet willen. Nee. Ja, ha. Dat je krijgt, ja. Als vrouwtje thuis komt, krijg je snoepjes. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom. Ja, toeliedoki, ik ga weg. Kom. Nee. Nou, ik zou niet weten wie dat is, 1, 2, 3, dus die bekijkt het maar. Ja! Ik zei die kat op. Kom. Hier kom jij. Hoppa. Hé? Hoppa. Dat was tante Mary, ja. Dat is Mary dus die daar belt. Maar ja, dus bekijk dat maar even. Het belaat dan wel weer terug. Maar in ieder geval, toeliedokies. Ja, en daar is mijn kleine meid. Die was weer blij dat we thuis kwamen. En die was ook blij dat ik thuis kwam. En die alleen maar. Ja, hé kerel. Nou, ik ben geholpen. Jullie even omdraaien. Ik ben geholpen door die man. Het kost ook wel weer een heleboel geld. Maar ja, ik heb het er wel voor over. Maar ik ben nog altijd goedkoper uit dan ik een jas had besteld bij de fietsenwinkel. Waar ik altijd lucht in mijn luchthoren laat doen en in mijn banden. Ben ik daaronder nog gebleven, want had ik een jas besteld bij die fietswinkel, was dik over de €200 kwijt geweest. En dan had hij ook nog een stuk korter geweest dan nu. Ja, net over mijn knie tot een beetje mijn kuitlengte, laat me zeggen. En ik heb nou toch langer, ja, net bij mijn enkels. Dus helemaal top. Maar dan zit ik nog onder dat bedrag van de fietswinkel. Dus zelfs nu ik het moet laten doen, omdat mijn naaimachine er gewoon niet doorheen gaat. Laat ik het dus doen door de meetlat, zo heet dat bedrijf. En ja, helemaal blij ermee. Ja, zaterdag kan ik het waarschijnlijk ophalen. Als het eerder is, belt hij me. Nou, helemaal top. Dus daar ben ik blij mee. En ik heb andere lollies gekocht. Dat was ook 2 halen en 1 gratis. Dus 1, 2 betalen, eentje gratis. Nou, 2 halen en eentje weer gratis. Nou, ik heb het tasje ook klaargezet. En daar gaat er sowieso een zakje in. Ja. En Mary die heeft dus gebeld, zoals jullie allicht weten. Dus ja, die bel ik zo even terug. Ja, en ik heb een bakje koffie, dus het komt helemaal goed. Ja. Als ik het tasje klaar heb, laat ik het jullie zien. Dus tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja, ja. Het is 00:48, dus het moet nog wel 1 uur worden. Dus lekker op tijd. Moet ik nog de kruik klaarmaken. De televisie is al uit. De computer is al uit. Moet ik nog met de AB
buitenverlichting uitdoen. Rijka is nog weer even buiten. Dus moet ik de tuindeur op slot doen. En dan is 1, 2, 3 lampjes uit. 4 lampjes uit. Ja. En ik moet nog 1 lamp aan hebben. Maar ik moet nog even in de keuken bezig. En mijn broodplankje wegbrengen. En dus water opzetten voor de kruik. Dus ja. We gaan lekker dan slaapje doen. Hé, joh. Of niet dan, Helwing. Ja, hé. Gaan we slaapje doen, hè? Ga lekker slaapje doen, hè, zo. Ja. Gaan lekker slaapje doen. Ja, knor maar een beetje. Ik zal eens kijken of Rijk alweer naar binnen wil. Kiekeboe. Kiekeboe. Zo, dan moet ik kiekeboe nog dichter doen. Ja, doen we. Hé, doen we. Lekker ding. Lekker ding van me. Allebei lief, hè. Allebei zo lief, hè. Joh, het is ook zo koud. Hé, moet jij eigenlijk nog naar buiten of niet meer? Ja? Wou je me slaan of zo? Wat moet je met mijn hand? Wat moet je met mijn hand? Boefie. Moet jij nog naar buiten? Elwing? Kom dan. Je mag nog wel naar buiten, kom dan. Nee, niet meer naar buiten. Zullen we weten hoor. Ja? Ja? Zullen we weten? Dan niet. Ja, dan niet. Dan helemaal niet. Dus ja, lieve vrienden. Oh, nou staat hij helemaal weer naar voren. Hoe kan dat? Zo. Dan staat hij weer een beetje te ver naar achteren. Zo. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle nacht. Dus welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het gewoon. God, die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.